Nou, ik vraag me af hoe zussen bijvoorbeeld reageert op de opmerking van Wiegel zondag bij Harry Mens dat haar partij eigenlijk een overbodige partij is geworden. Ja, ik vind dat altijd een beetje van die makkelijke, ja, conservatieve VVD-praat. Wij zijn de enige partij in Nederland die voor het liberalisme staat. De VVD is volledig conservatief geworden. Is niet meer gericht op de ontplooiing van het individu, maar ja, een beetje op ontplooiing van de markt met name. En als je nog, er is maar één partij, en dat zijn wij, die echt zeggen van mensen moeten zichzelf kunnen ontplooien, moeten zelf keuzes kunnen maken, moeten zelf inspraak hebben in hun leven. Bijvoorbeeld ook door meer rechtstreeks democratische invloed te hebben. Dan moet je bij de VVD niet mee aankomen. Maar... dus wat dat betreft zijn wij, want zij schuiven gewoon, ja, VVD, CDA, dat zijn natuurlijk twee conservatieve partijen. Wat dat betreft zou ik zeggen, kunnen zij beter fuseren, dan zijn zij overbodig. Laat ons, wij moeten gewoon wat dat betreft veel groter zouden maar moeten zijn. Waarom staat D66 er zo slecht voor? Ik denk dat D66 te lang in de regering heeft gezeten. Dat is nooit goed voor de partij geweest. Zo is in het verleden bij herhaling gebleken. D66 is een partij die zich onder hele specifieke omstandigheden volloopt met ontevreden PvdA-kiezers en ontevreden VVD-kiezers. Linkse VVD'ers en rechtse PvdA'ers. En ik kan het weten omdat ik ook wel eens de impuls heb gehad om op die sympathieke partij te stemmen. Links-liberaal, sociaal bewogen toch een beetje. Voor mij is altijd het probleem geweest dat ik die staatsrechtelijke hervormingen, dat ik dat de grootst mogelijke flauwekul vind. En daar wil ik toch via aanknopen bij Wiegel. Als je natuurlijk in 66 start en je komt in 67 bij de eerste verkiezingen uit met het programma om het Nederlandse politieke bestel te laten ontploffen. En je zit er dan in 2003... ja, eigenlijk een beetje bescheten bij met 6 zetels, waarbij het nog maar de vraag is of jullie die zullen halen. Moet je dan toch niet overwegen of een of opheffing of een ander soort van koers noodzakelijk zou zijn? Goed antwoord, Louise. Nee, want het is gewoon heel duidelijk dat die dingen nog steeds nodig zijn. En het feit dat dat hier zo lang duurt in Nederland, wel natuurlijk de eerste bres is natuurlijk wel geslagen. Ja, maar de Nederlandse politiek, dat is juist zo interessant, die is namelijk in die 40 jaar totaal van aard, fundamenteel van aard veranderd. En in allerlei opzichten zei het iets anders dan men toen verwachtte. Is dat bestel volkomen opengebroken? Ja. En in die zin zijn jullie eigenlijk een beetje bezig een bestel te hervormen wat al 30 jaar niet meer bestaat. Nee, want je kunt nog steeds in Nederland niet je eigen burgemeester kiezen. Dus je kunt ook niemand verantwoordelijk... Daar ben ik niet tegen dat die burgemeester niet gekozen wordt. Nou, oké, dus het is niet allemaal onzin.